populaire fictierobots zoals Transformers en Wall-E ken je zeker wel. Maar wist je dat er ook echte robots bestaan? Er wordt gezegd dat de eerste robot ooit werd ontwikkeld rond 350 tot 400 voor Christus door de wiskundige Argitas. Die robot was een kunstmatige houten vogel waarvan de bewegingen werden aangedreven door stoom. Sinds die tijd heeft de mensen op het gebied van robots gigantische technologische vooruitgangen geboekt. Kijk vandaag naar de top 10 robotdieren die echt bestaan. We kijken naar coole onderwaterrobots, vliegende robots en naar supersnelle robots op het land. Heb je zo'n robot al ooit gezien in het echt? Wat denk je ervan om een robot als huisdier te hebben? Laat het ons weten in de comments voordat de video begint. We zijn benieuwd naar je antwoord. Emotion Butterflies. Robots zijn op zich al een interessant begrip. Voeg er nog een functie aan toe, zoals vliegen, en de robot is in één keer vele malen interessanter. Er zijn een aantal vliegende robots door de jaren heen ontwikkeld. Op nummer 10 hebben we het over robotvlinders. Het Duitse bedrijf Festo staat bekend om zijn vele robotprojecten die dieren moeten nabootsen. Zij hebben de Emotion Butterflies ontwikkeld. Het is een collectie van superlichte vliegende objecten die op vlinders lijken. Dankzij een binnenshuis GPS-systeem en infrarode camera's kunnen de vlinders gecoördineerd samen vliegen als een groep echte vlinders bij elkaar. De Emotion Butterflies zijn uitgerust met een intelligent mechanisch systeem en het kleinst mogelijke batterij in de meest compacte plek. Het gebruik van zo min mogelijk materiaal maakt het mogelijk dat de robotvlinders de natuurlijke vliegbewegingen kunnen nabootsen. 9. Bionicopter. Festo heeft heel veel soorten robots ontwikkeld. Zo heeft het Duitse bedrijf nog een vliegende robot ontwikkeld en wel een robot waterjuffer met de naam Bionicopter. Deze hele coole uitvinding is geïnspireerd door de vliegbewegingen van een echte waterjuffer. Dankzij het lichte gewicht van de constructie en het integreren van diverse functies hebben ze met de Bionicopter technisch gezien de meest complexe karakteristieken van het dier zijn vliegbewegingen kunnen namaken. Net als de echte waterjuffer uit de natuur kan de Bionicopter in alle richtingen vliegen, zweven in de lucht en glijden zonder zijn vleugels te gebruiken. Deze techno-waterjuffer wordt met een remote control aangestuurd. Zo kan je de snelheid en de hoek bepalen van de vleugels van de Bionicopter, die er dus voor zorgen hoe hoog en in welke richting het object vliegt. 8. Mechanical Snake. Robots vind je ook onder water. Een voorbeeld van zo'n robot is de Mechanical Snake, oftewel de mechanische slang. Deze hele toffe robot is speciaal gebouwd om onder water allerlei klusjes te doen. Het mechanisme wordt voornamelijk ingezet in de scheepsvaartindustrie om onder water te werken aan schepen en ook aan pijpleidingen van olieboorplatformen. De mechanische slang kan door zijn slanke vorm op kleine plaatsen komen waar mensen moeilijk bij kunnen en kan op deze manier zelfstandig werken. Verder is het ook handig om op plaatsen te komen waar het mogelijk onveilig zou zijn voor mensen. Denk maar aan wanneer een oliepijpleiding misschien een lek zou hebben. De mechanische slang kan dus ingezet worden om surveillance te doen, om te repareren en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het is een hele voordelige uitvinding geweest, want het inzetten van duikers met allerlei duikequipment kost vele malen meer geld. 7. Cheetah-robot. De cheetah-robot is een hele gave uitvinding. Het mechanisme moet een dier voorstellen op 4 poten die zich al rennend kan voortbewegen. De robot is gemaakt met de bedoeling om mensen te redden uit gevaarlijke situaties bij onder andere rampen. Inmiddels hebben verschillende uitvinders van deze robot steeds nieuwere versies gemaakt met steeds nieuwere functies. De allereerste cheetah-robots waren nog vast in het laboratorium met allerlei kabels voor hun aansturingssysteem, terwijl de cheetah-robot van nu helemaal vrij kan rondlopen. De Cheetah 3-robot van MIT kan springen en galopperen op grof terrein, een trap opklimmen en zichzelf weer positioneren wanneer het uit balans wordt gebracht. De snelste cheetah-robot is echter de cheetah-robot van Boston Dynamics. De robot gaat 0,8 km per uur sneller dan Usain Bolt's snelste 20 meter sprint. Met een snelheid van 45,54 km per uur is deze cheetah de snelste robot momenteel.
6, Bionic Ants. Op nummer 6 hebben we nog zo'n leuke. Geen groot beest als de cheetah-robot, maar dan wel een heleboel toffe kleintjes bij elkaar. Dat zijn deze Bionic Ants, kleine robots met een grote potentie. De robotmieren zijn zodanig gebouwd dat ze als een individu kunnen denken, maar dan toch als een echte mierenkolonie kunnen samenwerken. Deze robots zijn ontwikkeld voor industriële en technische applicaties waarin robots een steeds grotere rol vervullen. De robotmieren hebben keramische motoren, kunnen zien door optische lasers en kunnen communiceren door het gebruik van wifi. Hun officiële naam is Bionic Autonomous Networking Technologies, ANTS, en zijn ontwikkeld door het Duitse ingenieursbedrijf Festo. Hoewel ze nog niet zo klein zijn gebouwd als de echte mieren uit de natuur, is deze indrukwekkende technologie zeker eentje om te blijven volgen. Vijf. Robotpinguïn. De robotpinguïn is ook een ingenieuze uitvinding die ervoor moet zorgen dat mensen heel dicht bij de pinguïns in de natuur kunnen komen om ze te bestuderen zonder hun milieu te verstoren. Er zijn door de jaren heen heel veel van dit soort robots gemaakt, zoals de pinguïnbot. Het mechanisme was een autootje op 4 wielen die vermomd is als een pinguïn. Vrij primitief, maar toch effectief om zich gecamoufleerd een baan te wanen tussen de menigte van wilde pinguïns om data te verzamelen. Een geavanceerde versie van de robotpinguïn is die van Festo, genaamd de Aquapinguïn. Deze robot lijkt verschrikkelijk veel op het echte dier en beweegt zich ook net als een pinguïn. Het loopt en zwemt ook net als een echte pinguïn. 4. Robotvissen. Voor nummer 4 nemen we weer een duik in het water. Voor specifieke doeleinden onder water hebben uitvinders ook robotvissen uitgevonden. Zo'n onderwaterrobot is de robotvis genaamd Sophie. Sophie staat voor Soft Robotic Fish en is ontwikkeld door de wetenschappers van MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSIL. Het mechanisme is zodanig gebouwd dat het kan zwemmen onder water, net als vissen uit de natuur. De bedoeling van de robot is om de onderwaterwereld te verkennen en op zoek te gaan naar informatie die mogelijk nuttig kan zijn voor de mens. Omdat deze robotvis net een echte vis lijkt en zich ook voortbeweegt als een vis, verstoort ze het onderwatermilieu niet. Sophie kan zich dus vrij bewegen tussen de echte vissen en kan onopgemerkt alles waarnemen en opslaan. 3. Bionic Kangaroo. Intussen hebben we al veel robotdieren van het bedrijf Festo voorbij zien komen. En nog is het lijstje niet af, want Festo heeft ook een robotkangaroo ontwikkeld. Deze springlevende robot kan springen als een echte kangaroo. Met de geavanceerde techniek die ze hebben toegepast op deze robot, kan het dier net als de echte kangaroo efficiënte sprongen maken. Dat wil dus zeggen dat de kangaroo tijdens de sprong zijn energie herstelt en het opspaart voor de volgende sprong. Zo kan de robot zich efficiënt voortbewegen en de sprongen mimieken naar die van een echte kangaroo. De robotkangaroo wordt eenvoudig aangestuurd met een remote control in de vorm van een armband. Je doet de armband om en als je wil dat de kangaroo springt, dan maak je een beweging met je hand omhoog. 2. Robotspin. Neem je jouw broertje of zusje zo af en toe in de maling met een neppe rubberen spin? Nu niet meer. Want deze robotspin is veel cooler en kan je zeker een handje helpen voor je volgende prank. Van de Robotix T8X wordt gezegd dat het de beste robotspeelgoed ooit is. Deze grote spin kan je programmeren en ook nog wireless besturen. Hierdoor kan je de achtbenige robotspin gemakkelijk bedienen van een verre afstand met je smartphone, tablet of laptop. De robotspin is groot, volledig oplaadbaar en heeft maar liefst 26 motoren in het compacte design. Hierdoor is de T8X in staat om te bewegen en te lopen als een echte spin. Het coole speelgoed is te verkrijgen in een gladde en een harige versie. Met een beetje geld op zak, zeg maar €840, kan je er eentje kopen. Helaas kan de robot niet op muren klimmen als een echte spin, maar het beestje kan wel snel rennen. 1. Robothond. De trouwste vriend van de mens onder de dieren is toch altijd de hond geweest. Het is dus vanzelfsprekend dat er ook hondenrobots zijn ontwikkeld. Wie geen zin heeft om zijn hond elke dag uit te laten of elk weekend zijn hond in bad te doen, kan wellicht kiezen voor een robothond. Aibo is zo'n lieftallig robothondje die je zeker wilt hebben als huisdier.
Deze robot-viervoeter is de vierde generatie van het model die werd uitgebracht door Sony in januari 2018. De AIBO kan inmiddels nog veel meer doen dan voorheen. Het heeft een gezichtsherkenningssysteem en kan zowat 100 gezichten onthouden en herkennen. Het besturingssysteem van de AIBO is zodanig opgezet dat de puppy zijn omgeving met de tijd leert kennen en langzamerhand daarop gaat reageren, net zoals een echte puppy dat zou doen. Deze lieve robotpups kosten tussen de €530 en €2500. Wat vond je van deze video? Heb je nu nog meer interesse voor robots en technologie? Wie weet hebben we in de toekomst allemaal zo'n robot als huisdier. Als je hebt genoten van de video, vergeet dan niet om een thumbs up te geven. Klik zeker ook subscribe om te abonneren als je ons wilt blijven volgen. En druk op het belletje voor een notificatiebericht zodra wij een nieuwe video hebben gelanceerd. Tot morgen!